Ja, ik ben Anne van Riet en mijn bedrijf heet Althea Training en Coaching. En ik help hoogbegaafde volwassenen om helemaal tot bloei te komen in hun job. En dat betekent dus enerzijds ontdekken van, oké, welke job past er bij mij? Maar ook loskomen van allemaal zo belemmerende patronen, zoals faalangst en perfectionisme. Want als je vastzit daarin, dan kan je ook niet helemaal tot bloei komen in een job. Wel, ik heb al pas een jaarprogramma gelanceerd. En dat was de eerste keer dat ik dat nu gedaan heb. En ik wou dus zoveel mogelijk mensen bereiken om mee in gesprek te gaan. Hè, om te kijken van, is het programma, hè, past het programma bij jou? En dan wou ik werken met video's. Maar als ik iets doe, dan wil ik dat altijd wel goed doen. Hè. En ik ken niks van video's maken. Ik ken ook niks van die scripts en zo. Dus ik kende jou al. En dan dacht ik, weet je, dan ga ik samenwerken met Noortje, want ik wil dat dat echt goed gedaan is. En ik wil mij ook niet verdiepen in al die technische dingen en zo, want dat is ook echt niet echt mijn ding. Dus vandaar heb ik contact opgenomen met jou. Dat vond ik heel fijn, want tijdens het voortraject hebben we de verschillende scripts helemaal uitgewerkt en ook geoefend. Dus ik moest dan helemaal stilstaan bij welke inhoud wil ik geven en wat is een goede opbouw. Maar we hadden dat ook helemaal al via Skype geoefend. Dus op het moment dat we dan echte video's gingen opnemen, voelde dat eigenlijk niet meer nieuw. Want ik had dat al een aantal keer gedaan, dus dat voelde eigenlijk heel vertrouwd. De opname zelf vond ik ook heel vlot gaan. Ik vond dat heel fijn dat jij met al je professionele apparatuur kwam en dat ik eigenlijk alleen maar mij moest bezighouden met gewoon vertellen, hè, wat ik wou vertellen. Dus dat vond ik heel fijn. Ik vond dat eigenlijk heel ontspannen. Ja, ja, ik heb dan dus met de video's gelanceerd. En er hebben heel veel mensen zich dan aangemeld voor een gesprek. Ik denk dat ik zo'n 30-tal gesprekken gedaan heb. En uiteindelijk zijn er 6 mensen begonnen aan het jaarprogramma. Ja, ik heb de video's nu op mijn website ingesteld dat als mensen zich aanmelden voor mijn mailinglist, dat ze eigenlijk die videotraining als gratis weggever krijgen. Dus het is zeker niet zoiets dat dan eenmalig en dan in de kast nu wordt. Nu is het echt iets dat dagelijks nog gebruikt wordt. En daar ben ik ook wel heel blij mee, dat dan nu nog echt kan gebruikt worden. Ja, ja, misschien dat het weer zo een nieuwe stap kan zijn in jezelf zichtbaar maken. Maar dat het ook wel gewoon heel fijn is en dat het zeker een manier is die echt de moeite waard is om uit te proberen. Omdat je klanten kun je heel goed leren kennen, maar zelf zet je ook weer een stap in je ontwikkeling. Dus ik vind dat langs die twee kanten eigenlijk wel heel interessant.